Ja, en dan een onderwerp dat we helaas veel bespreken in Bureau NH. Babbeltrucs. In Hilversum raakt iemand door zo'n truc meer dan 1.500 euro kwijt. Hilversum. Op dinsdag 2 juli belt een onbekende man aan bij een 83-jarige vrouw. Hij zegt een cadeaubon voor de vrouw te hebben van 100 euro. De vrouw moet dan wel 1 euro pinnen op een apparaat dat de man bij zich heeft. Vermoedelijk wordt er een andere pinpas teruggegeven en de pas van de vrouw meegenomen. Met die pas wordt kort daarop tot 3 maal toe geld gepind. De man probeert de camera van het pinapparaat af te dekken, maar dat lukt maar deels. Weet u wie de pinner is? Neem dan contact op met de politie op 0800 6070. Liever anoniem een tip doorgeven kan op Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.